deze video een review van Ginger. Hoi, ik ben Elke van Centrum Nexus en in deze video ga ik de gembershots van Ginger bespreken. Ik heb hier alvast een doos die heel goed verpakt is en je ziet het al, extra goed beschermd zodat de glazen flessen heel bij je thuis komen. Wat zit er in deze doos? Hier heb je de grootste fles, de pure gingersap, dezelfde in het kleiner en de immunity in een iets grotere fles. Dit is de pure gembersap, 94% pure gember en 6% citroen. Dit is een flesje van 250 ml en dit is een fles van een halve liter. Wat wij hier heel belangrijk aan vinden is dat die biologisch is. Het is van biologische gember uit Peru en er zitten helemaal geen extra toevoegingen in. Het enige wat hierin zit is gembersap en citroen. Geen extra toevoegingen en nog eens biologisch. Dus dat vinden wij helemaal top. We hebben deze al eerder gehad en je ziet het hier ook aan de vlammetjes. Deze is echt wel pittig. Heel pittig om puur te drinken. Je kan die drinken als gembershot, dus 30 ml of 60 ml in een glaasje doen en die zo puur opdrinken. Maar ja, ik kan je vertellen, dat is vrij heftig. Hoe wij die meestal gebruiken is gemengd. Dus je kan hier gemberthee van maken door water te koken en dan hier van het gembersap bij te doen. Wat ik hiermee ook heel lekker vind, is dit gemengd met bruiswater. Nu hou ik zelf totaal niet van frisdrank, ik vind het heel zoet en daarom drink ik het ook nooit. Maar gewoon wat bruiswater met dan dit gembersap erin is heel verfrissend, zeker in de zomer, heel lekker. En je hebt niet dat zoete van frisdrank erbij. Dus dat vind ik een hele dikke aanrader, zeker in de zomerperiode, om op die manier toch een verfrissend drankje te krijgen. Behalve met warm water en koud water kan je dit ook nog op andere manieren gebruiken. Je kan dit ook mengen in je eten om ja, toch die pittige zo aan een gerechtje te krijgen. Een klein scheutje van het gembersap erbij maakt je gerecht trek net dat beetje beter. Dus heel erg lekker ook in gerechtjes. Dit is de pure gembersap, maar ze hebben ook nog een paar extra andere smaakjes. Niet per se andere smaakjes, maar met extra toevoegingen voor ja, de gezondheidseffecten. Dus die neem ik er nu eventjes bij. Dit is de proefbox, hier kan je de verschillende smaakjes eens mee proeven, maar is ook heel leuk om cadeau te geven. Zo ziet die eruit, kleine gember shotjes. En dat zijn met de verschillende toevoegingen. Dit is de Revive shot. Deze bevat 33% gember en daar zit dan ook nog bij 8% kurkuma en ook nog zwarte peper en zink. Dit is de Immunity Shot en die bevat 42% gember. Maar hier zit ook nog ijzer en zink bij. Dit is de After Party Shot en hier zit 26% gember in. En ook nog elektrolyten. En dit is de Energy Shot en die bevat 41% gember. En hier zit ook nog guarana en magnesium bij. Shotjes zijn 60 ml, dus die kan je in één keer drinken. Het lekkerste is wel als die even in de koelkast staan. Dus dat ga ik zo meteen doen, deze in de koelkast zetten, zodat we deze kunnen drinken. Voordat je deze gaat drinken, even goed schudden, zodat ja, het gember goed gemengd is. Want anders dan ligt het onderaan. Dus eventjes schudden en dan kan je deze zo als shotje drinken. Zijn niet zo straf dan die ik net liet zien, die grote fles. Want ja, dat was pure gember. 94% deze kleine flesjes zijn wat minder. Hier zitten toevoegingen van onder andere mineralen bij. Verder zit hier ook nog appelsap en witte druivensap bij. Maakt het ook wat zoeter en dus wat toegankelijker om het ja, gewoon als shotje te drinken. Met onze code NEXUS krijg je ook nog 10% korting op alle producten van Ginger. Deze de shotversie, 60 ml kan je in één keer opdrinken en je kan die, als je die vaak drinkt, ook in een iets grotere fles van 250 ml verkrijgen en dan kan je het zelf in glaasjes doen. De immunity even proeven, even goed schudden.
En deze is proeven. De pure ken ik al, dus heel benieuwd naar deze smaak. Proef de pit van de gember er goed door. Deze is 42% gember en heeft ook nog zink en ijzer erbij. Gisteren de ginger van Energy geproefd en die was best lekker. Die was ook nog vrij pittig. De guarana die zorgde dan voor extra energie. Geert vond die vooral heel erg lekker. En nu, vandaag gaan we deze proeven, de After Party Shot met elektrolyten. Deze heeft wat minder gember dan de andere twee. Deze heeft 26% gember en verder zit hier ook nog zink in. Die ruikt wel heel lekker. Ondanks dat hij wat minder in gember is, proeft hij nog redelijk pittig, maar heel fris eigenlijk. Geert heeft deze net ook geproefd en hij zei meteen, oh, dat is veel minder straf en dat brandt ook zo niet als die andere. Dus vind je andere wat intens, dan is deze misschien wel wat voor jou. Deze nog eens proeven. Behalve gember zit hier ananas, citroen en appelsap in. En verder ook nog kurkuma, zink en zwarte peper. Heel benieuwd, want zwarte peper is al wat pittig en gember is ook pittig. Dus heel benieuwd hoe deze gaat smaken. Redelijk pittig, maar ik vind die eigenlijk wel heel lekker. Ja, die vind ik heerlijk. Ik hou niet van zoete frisdrank, dus deze vind ik ideaal. Lekker fris voor in de zomer. En ja, helemaal biologisch en ook nog eens puur. Zit geen rotzooi in, dus heerlijk verfrissend drankje. Gewoon bruiswater met één eetlepeltje van de ginger erbij. En ja, je kan het, als je het nog wat pittiger wil, nog wat extra bij doen. Ik denk dat ik er misschien nog een extra lepeltje bij ga doen. Ah, heerlijk. Zo, dat was onze review van ginger. Heel belangrijk hieraan vinden we dat er geen extra rare toevoegingen zijn. Geen zoetstoffen of zo aan toegevoegd. Pure producten en ook nog eens biologisch. Mocht je die willen bestellen met onze code NEXUS, kan je 10% korting krijgen. En ik ben heel benieuwd, ken je deze gemberdrank al? Heb je die al gebruikt? Heel benieuwd wat jij ervan vindt. Gebruik je soms ook deze shotjes? Laat het me zeker eventjes weten, ook als je ze eens gaat uittesten. En dan ben ik heel benieuwd naar jouw reactie. Laat ze me weten. En vond je het een leuke video, mag je ook altijd een like achterlaten. Dankjewel voor het kijken en ik hoop jou weer te zien in een volgende video. Bye!